Vanuit een bomvolle zaal in het bedrijfsverzamelgebouw Hooghiemstra heet ik u van harte welkom bij de eerste van twee afleveringen van ons BV Utrecht Café. Helemaal geen multinationals die hier zitten, maar gewoon enthousiaste ondernemers uit onze eigen provincie. En wij gaan het dan ook hebben over de kansen en de problemen die zij tegenkomen in deze tijden van economische crisis. De Utrechtse economie, hij draait niet heel slecht, draait ook niet heel goed. Maar dat is natuurlijk logisch in deze tijden van economische crisis. ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel, we hebben kleine bedrijven, kleine ondernemingen. En zij zijn zo belangrijk in deze tijden van die crisis dus. Heleboel zitten hier in de zaal en ik ben gewoon benieuwd hoe het met hun gaat en wat ze precies doen. Dus meteen maar bij u, meneer. Wat is uw naam? Mijn naam is Hugo de Waard. Ja, en wat doet u? Ik ben boekhouder en het gaat goed. Maar het gaat goed, dat is mooi. Bent u zelfstandig of zit u in vaste dienst? Ik ben zelfstandige met personeelslid. En u zegt het gaat goed, maar heel even, helemaal geen problemen, niks, alles voor de wind? Er zijn niet zo heel veel boekhouders voor ZZP'ers, nee. Dus er is genoeg werk. Aha, dus inderdaad, u werkt voor de ZZP'ers en er komen volgens mij alleen maar meer ZZP'ers bij. Klopt. Dus u zit geramd? Ja, als je goed werk aflevert, zit je goed, ja. Oké. Okay. Ja. Goed te horen. Wil ik eens even naar... even kijken. Armand, leuk dat je er bent. Oh. Meneer, wie bent u? Ben Ondermeijerink. En ik zit op het andere gebouw, Vondelaan. Ja. En we hebben een bedrijf dat zich bezighoudt met monumenten. Monumenten houden we op mensen, ja. En we geven advies aan gemeentes hoe men daarmee om moet gaan. Oké. Okay. En hoe gaat het in die branche? Nou, wisselend. Architecten hebben we net gehoord. Gaat minder. Ja? En moeten andere dingen gaan bedenken nu. En dat doen jullie dus? Ja, dat doen wij nu. Ja. Voorbeeldje noemen? De gemeenten moeten nu cultuurhistorie in een bestemmingsplan stoppen. Ja. De komende tijd. En daar zit wat toekomst. En daar springen jullie op in? Daar dus? Springen wij in, ja. Samen met landschapsbureaus en meer samenwerking met andere bureaus. Andere specialiteiten. Hartstikke goed. Ga ik even naar het tafeltje daar aan de overkant. Ja, dat wil ik eens even horen. Ja, wie ben jij? Ik ben Job Roggeveen van animatiestudio Job, Joris en Marieke. Ah, die ken ik. Oh. Voor de kijkers thuis is het heel aardig, want zij zaten in de vorige aflevering, vorig seizoen van BV Utrecht. Ja. Hey, heel even kort nog wat jullie doen. Wij maken animatiefilms, we maken commercials. Voor? Maar ook, we maken bijvoorbeeld commercials voor bedrijven, maar ook voor, we maken ook videoclips en we maken ook vrije films. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook samen met een producent een kinderserie voor de KRO gemaakt. Ja. Dat soort projecten. Nou, ik noem maar even, in de media gaat het heel slecht, er wordt heel veel bezuinigd. Treft dat jullie ook? We hebben er niet zo heel veel last van, tot nu toe. Nee? Tenminste, het gaat supergoed eigenlijk. We hebben heel veel projecten en heel veel werk. Ja. En we zijn op dit moment ook wel een beetje, wel vanwege dat soort dingen, ook in het buitenland aan het kijken. Dus op projecten in Engeland aan het doen. De toekomst zien jullie vol vertrouwen tegemoet? Ja, eigenlijk wel. Oké, okay. Altijd goed, hè? Enthousiaste ondernemers. Een ondernemer die ik nu ga opzoeken is iemand die het best wel zwaar heeft in deze tijden. En dat is natuurlijk logisch, want zoveel mensen hebben dat. Het gaat niet iedereen voor de wind. Bertrand van Boegem. Ja. Hi. Fijn dat jij er bent. Jij was kok en toen ging je zelfstandig worden. Alleen dat moet je al even uitleggen aan mij. Nee, dan ik was eigenlijk als jurist werkzaam. Als jurist. Jurist. Als jurist. En op een gegeven moment heb ik daar de brui aan gegeven. Ik heb gekozen om iets te doen waar mijn hart lag. En toen ben ik begonnen met de import van Franse azijnen. En dat is wat wij hier voor ons ook zien staan. Precies. En dat klinkt echt heel wat anders dan jurist. En hoe ging dat? Nou, het was, ik was bij een onderneming in de ruimtelijke ordening. En daar waren waarschijnlijk vanwege de crisis was er minder werk. Dus ik moest echt op zoek naar iets anders. Ik heb toen gekozen voor de azijn. En ik weet, de Nederlander weet niet zo goed wat hij allemaal met azijn kan doen. Okay. En dat wilde ik toch... Dat was je insteek om het bedrijf op te starten? Precies. Ja. Kiezen voor azijn, een product waarvan ik dacht, een gat in de markt. Ja. Maar het is wel een product dat... het is een luxe product. Ja. En nu
in de crisis, hè, dan zou je zeggen van mensen zullen niet zo snel overstappen op luxe producten zoals een walnootazijn of een rode basilicumazijn. Ja. Zal dit zo'n klein potje, dan gaat de crisis toch niet al... Nou ja, als je denkt dat je bij de gewone supermarkt een azijn hebt voor €1,50... en dan is dit toch een veelvoud daarvan. Want het is kost dan? Dit is ongeveer €8,50. Ja, euro. Dat kan voor mensen te veel zijn. Hoe jij bedacht dit, je had de insteek. Hoe wou je je klanten vinden? Ik heb allerlei dingen gedaan om die klant te benaderen. Ik dacht eerst, ik begin een webshop. Ja. Nou ja, mensen zijn niet zo gauw geneigd om een flesje azijn te kopen via een webshop. Ja. Dus toen ben ik op grote culinaire evenementen en beurzen gaan staan. Ja. En dat heeft opgeleverd dat ik meer naamsbekendheid kreeg. En dat ik vervolgens ook delicatessenzaken mij hebben benaderd. Maar dan toch, om het even daardoor heen te lopen, dan toch is het eigenlijk niet gelukt. Want je bent wat anders begonnen. Jij hebt echt gedacht van nee, hier moet ik nu even mijn zinnen van afzetten en ik moet nieuwe kansen creëren. Precies, ja. De azijnbusiness blijf ik nog wel doen. Ja. Laag pitje, zeg maar. Maar het is op een laag pitje. Ja. Het levert niet voldoende op in deze tijden om azijn te verkopen. Het is niet zoals een pak melk dat ze mensen elke dag nodig hebben. Nee. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets nieuws. En ik heb samen met mijn compagnon die hier naast mij zit... Welkom. Zijn wij een koffie-lunchgelegenheid begonnen. Of hebben we overgenomen. Dat zit op station Overvecht. Koffiemania zijn twee Amsterdamse ondernemers die een vestiging hebben in Amsterdam en een vestiging in Utrecht. Ja. Dat hebben ze opgezet. Maar op een gegeven moment wilden ze daar gewoon twee ondernemers op hebben zitten. Ja. Daarvoor was het een bedrijfsleider, maar ze wilden ondernemers hebben. En dat zijn jullie twee? En dat zijn wij tweeën. En het aanbod was van neem de hele zaak gewoon over. Ja. En het eerste jaar kost het je niks. Je gaat gewoon ondernemen, je gaat aan de slag. En na een jaar gaan we kijken hoe het is gegaan. En dan pas gaan we praten over een bepaalde manier van afbetalen. Ja. Dan even een vraag waar ik heel benieuwd naar ben. Ben jij als ondernemer nu anders bezig? Heb je ervan geleerd van je bedrijf met de azijnen? Wat anders is misschien dat bij de azijnen richt je je echt op een bepaald select publiek. Ja. Bij Koffiemania willen we wel kwaliteit leveren. Maar het is toch een groter publiek die we kunnen benaderen. En het feit dat je gewoon een winkel hebt. Precies, je staat er elke dag. Dus de toekomst met vertrouwen tegemoet bij jullie. Maar even nu ik met jou spreek, met jou. Ja, ja toch? Ja, nee, ik zie het zeker zitten daar bij Koffiemania. Dankjewel en veel succes. Dankjewel. Goed, nog een zelfstandige ondernemer hier in Utrecht. Heeft het ook niet heel gemakkelijk, zeg maar, op dit moment. Dat is de eigenaar van de winkel Heaven 07. Olgita Oudendijk, ja, voor de oplettende kijker thuis. Oudendijk, ja, familie van. Maar daar gaan we het even niet over hebben. Olgita, we gaan het over zaken hebben. Heaven 07, nou, de beelden spreken wat mij betreft voor zich. Jullie, jij zeg maar, hebben een succesvolle onderneming in Amsterdam. En dachten, hey, we gaan uitbreiden. We gaan ook in Utrecht met dat goed lopende concept. Ja. En dan loopt het toch niet zoals in Amsterdam. Nee, dat loopt minder. En dat heeft denk ik een aantal oorzaken. Niet alleen de crisis. Maar ook het feit dat in Amsterdam op de Wallen veel toeristen, anonimiteit, het ademt al een sfeer van spanning. En dat is in Utrecht anders. Het verschil is ook dat er een winkel, dat wij onze winkel in Utrecht midden in het centrum hebben. Ja. Dus ik merk dat mensen het toch een drempel vinden om eroverheen te gaan. Je merkt het ook net aan de reacties, hè? Dus al een beetje lachen. Ja. Dat maakt gewoon dat het hier minder loopt. Crisis is ook van invloed. De branche heeft al aangegeven dat veel mensen het zien als een luxe artikel. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde wat de vorige spreker ook zei. Ja, maar aan de andere kant, in de anderhalf jaar dat we hier nu zitten, zien we groei.
Okay. Dus dat is het goede bericht. Ja. En ik merk ook dat als je inspeelt op andere ontwikkelingen, of op dingen die je niet hebt zien aankomen, dan heeft dat een heel positief effect. Ja. Wat leuk is bijvoorbeeld, ik had gedacht, zelfbewuste vrouwen, zelfbewuste stellen, die komen bij winkel binnen, dat klopt. Maar ik kreeg ook meisjes van 20, die van de studentenvereniging, die op zoek zijn naar producten die ik nog niet in de winkel had. Dus die zijn er nu ingekomen. En heel erg leuk, laatst een vrouw van 80 die een lipstick-vibrator kocht als USB-stick op te laden. Geweldig artikel. En die mevrouw heeft mij later opgebeld, zegt ze. Ik heb allemaal vriendinnen opgebeld. En de wereld thuis. Ze zei, de wereld ligt aan uw voeten. En daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik denk, vrouwen van 80. Ja, waarom niet natuurlijk? Kan ik me inderdaad wel iets bij voorstellen. Maar heel even, wat ik wel even leuk vind, of interessant vind om te weten. En ik merk het ook al aan de reacties hier. Rust er nou een taboe op, want heel veel mensen van boven de 40, ja, dames en heren, giebelen toch altijd een beetje over dit onderwerp. Maar dat is logisch, dat deed ik 3 jaar geleden ook. Ja. Kijk, het idee is natuurlijk ook van ons, of is niet natuurlijk, maar ons idee is dat er tegenwoordig ontzettend veel mooie producten te koop zijn, dat ze ook heel innovatief zijn. Bijvoorbeeld die vibrator die je aan kan sluiten op je iPhone en vibreert op de mate van de muziek. Heel even tussendoor. Kent iemand dat die vibrator die je kan aansluiten op de computer? Heven vingers, handen. Nou, er valt nog veel werk hier. Nou, ik bedoel maar. Ja. Goed. En dat maakt gewoon dat ik denk dat als mensen hier weet van krijgen en zich daarin gaan verdiepen, dat iedereen dan ervan overtuigd zal zijn dat je seksleven echt een enorme boost kan geven door in onze winkel te komen en zich te laten overtuigen over wat er allemaal zo simpel is het dan ook. Ja. Maar even nog naar zoals het nu is. En met wat je gezien hebt, wat je mee hebt gemaakt in Utrecht tot nu toe, maar ook Amsterdam. Wat zijn nog dingen waar je van zegt, dat ga ik nu aanpakken of anders doen? Nou, in ieder geval richting de gemeente zou ik die willen adviseren om het belachelijke flyerbeleid hier van tafel te vegen. Mag dat niet? €500 betalen voor die vergunning. Utrecht is de duurste gemeente van heel Nederland. Oh. Is niet leuk voor de ondernemers. Nee? Ik kan zaterdag gewoon niet lekker op straat flyeren. Dat is jammer. Ja. Dus dat zou ik heel graag anders willen zien. Ja. Wat ik ook anders ga doen, dat is echt niet goed ingeschat voor mij, is dat ik dacht, ik wil alleen een winkel, niet een webshop. Want ik wil, dat is ook het idee, dat het goed uitleggen, dat we open zijn, dat we een normaal gesprek daarover hebben. En daar ben ik van teruggekomen. Dus ik ben nu bezig met een webshop. Dus die komt eraan. Is nog niet, maar komt in de lucht. Ja. Er zijn namelijk cijfers van de Kamer van Koophandel uitgekomen. Dat is misschien wel even leuk. Ook over, er worden gevraagd aan ondernemers hoe zij alles een beetje zien. En 50% van de ondernemers verwacht dat het de aankomende tijd slechter gaat. Het goede nieuws daarbij is dat die andere 50%, inclusief Ogita Oudendijk begrijp ik nu, denkt dat het best wel oké is en dat er groei is, of in ieder geval stabilisatie. Er zijn dus, zo kunnen we het zeggen met z'n allen, kansen die we kunnen pakken. Ik ben 2 jaar geleden gestart. Dan heb je behoorlijk last van de crisis, zou ik denken. Nee, eigenlijk niet. Tenminste, ik denk dat wij het zelfs als ons voordeel moeten zien. Ja. Wij zijn 2 jaar geleden gestart, dus echt volledig in de crisis. En eigenlijk met bank en met hebben we geen last van gehad met het krijgen van een lening. Nee. En vervolgens denk ik dat het juist een voordeel is omdat je je kosten laag houdt. Je geeft extra service meteen vanaf het begin. Je gaat heel effectief met je uren om. En ik denk juist dat wij daarin echt wel een voordeel hebben, ook omdat we gewoon niet beter weten. Ik ben Jan Zwaan, ik ben 59 jaar. Ik heb mijn hele leven eigenlijk in de grafische industrie gewerkt. 3 jaar geleden ben ik werkloos geworden. En toen dacht ik, wat nu? Via het UWV heb ik een reïntegratiecoach toegewezen gekregen. En ik heb toen met haar bedacht, hoe wil ik verder in mijn leven? En uiteindelijk ik dacht van, ja, ik wil eigenlijk een schaats- en skielerwinkel beginnen. Mijn huidige compagnon kwam ik tegen en hij had hetzelfde idee, maar dan op het wielergebied. En uiteindelijk is dit hele concept eruit gerold. Wij hebben intensief geschreven aan een businessplan, daar zijn we 2 jaar mee bezig geweest. Uiteindelijk hebben we de banken meegekregen, die wilden wel financieren. Echter, het lastige van het traject is het verkrijgen van een vergunning.
Ja, ik heb zoiets voor mezelf van leeftijd is volkomen irrelevant. Je bent hier maar een heel klein stukje op aarde. Dus gewoon doen en dan kijken hoe het uitpakt. Wij zijn Simplefly. Wij zijn een interactief communicatiebureau uit Utrecht. Wij werken met 3 man personeel en 1 stagiair op dit moment. We zaten eerst in een ander pand. Tot we op een gegeven moment erachter kwamen van, we hebben een iets netter pand nodig, een mooiere locatie met meer netwerkmogelijkheden. Op een gegeven moment hebben we toen de keuze gemaakt om uit te wijken naar het Vondelpark hier in Utrecht. We hebben gemerkt dat sinds we hier zitten, dat we eigenlijk meer klanten gewoon bij ons laten komen. Dat we onszelf ook meer profileren als een professionele dienstverlener. Naast het bedrijfje in Utrecht hebben we een bedrijf in Vietnam. Dat is een soort dochterbedrijf van ons. We hebben begin dit jaar hebben we dat opgericht en op dit moment lopen er 11 mensen rond die voor ons het programmeerwerk uit handen nemen. We kwamen erachter dat daar een hele gunstige IT-infrastructuur is. Dat daar goed opgeleide mensen zijn. Dus zo zijn wij in Vietnam uitgekomen. We hebben een bedrijfsplan geschreven. En toen hebben we ook gedacht van nou, het is nu wel economische crisis. En we beginnen toch een redelijk luxe product in de markt te zetten. Maar uiteindelijk hebben we gewoon gedacht van, we gaan het gewoon doen. En dan komen we er vanzelf achter. En het blijkt dat er is en dat wel crisis. Maar wij merken er niet zo heel veel van, omdat we ook niet weten hoe het was toen er geen crisis was. Dus dit is eigenlijk gewoon normaal voor ons. En ik hoor wel veel van de buren en andere ondernemers klagen dat het vroeger beter was. Maar ja, toen waren wij er nog niet. Dus we weten niet beter dan dat dit het is. Nou, zo zie je maar. In de crisis beginnen, dat levert ook allerlei kansen op. Even nog wat cijfers van de Kamer van Koophandel. Bijvoorbeeld dat er 1/3 meer faillissementen hebben plaatsgevonden in 2012 dan de jaren daarvoor. Ofwel, je kunt zeggen dat de vooruitzichten over 2013 over het algemeen nu ook iets somberder zijn dan in 2012. Maar volgens mij hoeft dat helemaal nog geen slecht nieuws te zijn voor de ondernemers. Het ligt natuurlijk aan de ondernemers zelf. Wie bent u? Ik ben Ewout Ruiter en ik ben belastingadviseur. En dan zelfstandig of in dienst van een groot bedrijf? Zelfstandig gevestigd. Ja. En ook daar heeft de crisis natuurlijk toegeslagen. Ja. Hoe merk jij dat? Je merkt het bij accountants. Die hebben gewoon last dat hun klanten slechter betalen. Ja. Nou, dat hoor ik dan ook weer, omdat die klanten mijn rekening ook weer moeten betalen. Ja. En er gaan ook heel veel bedrijven failliet. Dat merk je ook via de accountantskantoren. Ja. Dus toch ook wel een beetje alle zeilen bijzetten voor jou? Ja, maar als kleine zelfstandige heb je kansen genoeg. Dus dat, uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Oké, nou, zo horen we natuurlijk graag. Meneer, wie bent u? Ja, mijn naam is Koen van den Heuvel. Ik ben werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het strafrecht. En ook maar even voor de duidelijkheid, zelfstandig? Zelfstandig, wel vroeger deel uitmakend van een wat groter kantoor met een man of 6. Ja. En sinds, ik denk, 2007 ben ik echt alleen. Ook al zoals uw buurman vlak voor de crisis? Precies, vlak voor de crisis. Als u nou, want u wist niet dat die crisis kwam, als u dat wel geweten had, had u dan die stap ook gemaakt? Ja hoor, dat maakt niks uit. Het vak waar ik in bezig ben is niet zo conjunctuurgevoelig. Strafrecht, criminaliteit, dat gaat eigenlijk altijd maar door. Dus ik heb er eerlijk gezegd niet zo heel veel last van. Nou prima, dat is hartstikke fijn dat het bij u goed gaat. Ga ik toch nog even verder kijken. Ga ik even naar deze tafel. Meneer, wie bent u? Ik ben Jan Roodhart. Ja? Ik ben zelfstandig architect in Hooghiemstraat zit ik. Ja. Kijk, en nou noem ik meteen 2 dingen op waar je zegt architecten. Dat is een, dat is moeilijk. Klopt dat? Zware tijd. Ja, ik denk dat klopt. Ja? Alleen ik heb heel veel geluk gehad. Ik werkte voor 10 jaar geleden bij een groot bureau. Deden we woningbouwprojecten. En nu doe ik verbouwingen. En dat gaat eigenlijk wel goed nog steeds. Ja. Grote verbouwingen. Dus ik heb geluk gehad. Ja, maar je bent dus iets gewijzigd, zeg maar, van wat je doet. Ja, ik werkte in een bureau en toen ben ik zelfstandig geworden. Ja. En dat was voor de crisis dus geluk gehad eigenlijk. Ja. Ja. En hoe, wat is het gevoel nu? Ik bedoel, het gaat goed. Moet je extra stappen ondernemen? Ja, ik denk wel dat we meer stappen moeten ondernemen. Maar ik merk ook veranderingen in, ik was gisteren bijvoorbeeld in de bouwbeurs. En dan zie ik toch ook wel weer leuke dingen. Dat mensen veel meer met duurzaamheid bezig zijn. Ja. En dat is, dat geeft, en productontwikkelingen. En dat geeft dus ook weer nieuwe kansen, moet ik zeggen. Ja. Nou, dat is in ieder geval inspirerend. Ja. Ja. Dus mensen worden eigenlijk gewoon een soort of innovatieve, vindingrijker. Ze moeten. Ja, ze moeten, ja. Nou, dan gaan we naar een andere ondernemer die het op zich
volgens mij niet zo heel moeilijk heeft in deze tijden. Die zelfs wel kansen ziet. Maar goed, laat ik het dan maar van hem zelf horen. Roel Klaassen, en jij bent, het ligt hier al zo mooi, van cursus- en vergadercentrum Domstad. Nou, ik bedoel, cursus- en vergadercentrum, het zegt mij natuurlijk wel iets. Maar licht even precies toe wat jullie hebben. Wij faciliteren in ruimtes. Ja? En dat zijn bij ons ruimtes van 400 tot 400 personen. Ja. En wij zorgen in de basis dat men die ruimte kan gebruiken. En daarnaast kan men in die ruimtes gefaciliteerd worden. Ja. Met beamers, geluid, ja. Catering, noem maar op. Hotels doen dat, golfbanen deden dat. Dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal concurrenten. Waarom overleven jullie? Wij overleven, en dat heeft te maken met onze propositie. Wij zijn een cursus- en vergadercentrum wat faciliteiten biedt die basis zijn, maar wel heel goed. Ja. En dat zie je terug in de prijs. Ja. En de faciliteiten die wij bieden, ja. bieden wij in eerste instantie kaal aan als zijnde de ruimte. Ja. En al het overige wat men wil gebruiken, dat koopt men los in. Ja. En het is niet zo dat je bij ons betaalt voor dingen die je niet afneemt. Ja. Dus jullie zijn goedkoper? Wij kunnen goedkoop zijn. Partijen die niet al te veel geld uit willen geven, ja. die kunnen bijvoorbeeld hun cursisten geen catering bieden. Ja. En het de cursist zelf laten betalen, ja. waardoor zij die cursus weer goedkoop aan kunnen bieden ja. aan de cursisten. Ja. Ja, voor iedereen wat wil, zeg maar. Voor iedereen wat wil. Maar wat is nu, om even naar jullie eigen bedrijf te kijken, ja. Hoeveel mensen hebben jullie in dienst? Wij zijn met een tiental vaste medewerkers. Ja. En van die 10, en daarnaast werken wij heel veel met oproepkrachten om ja. de pieken af te vangen. Dus ja. juist veel freelancers, oproepkrachten om de prijs toch enigszins te drukken. Ja, ja, want wij 3 maanden per jaar hebben wij gewoon ja? bijna geen, ja. geen activiteiten. Ja. Zijn nou jullie, is jullie omzet nou toch ook iets gedaald in tijden van de crisis, uiteindelijk? Integendeel. Wij, ja, wij merken dat in het verleden verzagen wij veel trainingspartijen, ja. opleidingsinstituten, ja. non-profit organisaties, die wisten ons heel goed te vinden. Ja. En wij merken nu dat heel veel partijen die nou, in het verleden niet bij ons kwamen, ja. getriggerd worden door ons prijsbeleid en ja. dat ze gewoon ja, bij ons komen. Ja. Dus, hartstikke goed, dus doorgaan op deze voet. Absoluut, ja. Okay. Succes. Ja, nou gaan we eens naar een ander bedrijf. En dat is weer een bedrijf dat andere bedrijven, en dan loop ik er langzaam naartoe, helpt in tijden van deze crisis. Nou, hoe mooi klinkt dat? Maar daar wil ik dan wel eens even meer over weten. Ja, Peter van het Hout. Ja. Een bedrijf dat andere bedrijven helpt in de crisis. Wat doen jullie precies? Nou, wij zijn een adviesbureau en wij ja. onderscheiden ons dat we niet alleen mooie plannen maken, maar ook klanten helpen om die uit te voeren. Ja. Omdat je heel vaak ziet dat als het op papier staat, dan lijkt het allemaal heel mooi. Maar als je in de praktijk daar invulling aan moet geven, ja. moet je heel veel kleine keuzes maken. Ja. En mensen hebben nogal de neiging om te doen wat ja. ze gewend waren te doen. Maar heel even eerst, voordat je verder praat. Ja. Plannen, wat van plannen? Waar heb je het dan over? Nieuwe strategieën, marketingconcepten. Eigenlijk werken wij voor grote bedrijven die proberen om ook in deze tijden hun klanten meer toegevoegde waarde te bieden. Ja. En dat lastig vinden om dat zelf te doen. Ja. En daar huren ze ons dan voor in. Ja. Kun je wat voorbeelden noemen wat jullie precies doen? Ja, we hebben net voor een, het is wel leuk om te vertellen, voor een zorgverzekering gewerkt. En dan zul je ja. zeggen, ja, zorgverzekering is een product wat overal hetzelfde is. Ja. En we hebben eigenlijk heel goed gekeken, wie zijn nou klanten van dat bedrijf? En ja. wat bindt jullie klanten nou met elkaar? Nou, ja. ze werken in de creatieve sector, met name voor ondernemers. Dus eigenlijk ja. allemaal voor mensen zoals ze hier ook zitten. Ja. En we hebben heel goed gekeken naar wat die mensen bezighoudt, wat zij belangrijk vinden en wat voor type mensen daarin zitten. Ja. Nou, daar hebben we een merkconcept omheen gebouwd. En tot onze grote verbazing, moet ik zeggen, hebben we daar een target aan gehangen van hoeveel klanten we dan wilden werven. Ja. En dat hebben we eigenlijk, wat we in 3 jaar hadden willen bereiken, ja. daar hebben we in 1 jaar bereikt. Dus ja. nu hebben we allemaal problemen hoe we dat weer moeten gaan regelen. Want eigenlijk heeft de markt ons ingehaald. Ja, dus ja, ja. zo kan het ook gaan. Maar eigenlijk kan ik het heel simpel zeggen, gewoon meer naar de klant kijken eigenlijk. Ja, de klant centraal stellen ja. en heel goed kijken wat die klant bezighoudt. En dat is denk ik ook wat heel veel mensen hier in de zaal vandaag doen. Ja. Ja, tot de essentie komen, wat kun je betekenen voor die klant? En dat ja. gewoon heel erg goed doen. Ja. En als je daar dus in vergist. Als je dan een winkel begint terwijl mensen via het internet willen kopen, ja, dan moet je je toch herbezinnen. Ja. Maar dit klinkt toch eigenlijk heel simpel? Zijn er niet heel veel meer van dat bedrijven zoals jullie? Ja, er zijn heel veel andere bedrijven die ook doen wat wij doen ja. of die iets doen wat daarop lijkt. En, ja. Maar het is heel moeilijk om simpele dingen goed te doen. Ja. Het is een beetje een Cruyffiaanse uitspraak, ja. maar je gaat het pas zien als je het door hebt. Dus ja. dat is natuurlijk wel. Ja, dat is mooi, ja. mooi gezegd toch? Ja. Inderdaad. Stijgende lijn of een beetje stabiel, zeg maar? Nou, omzet stabiel, winst gedaald. Oké, okay. ja. en daar zijn jullie tevreden mee? Ja, wij zijn met 10 mensen. En voor de crisis waren we met z'n 12 ja? vaste mensen. Dus ja? hebben 2 mensen moeten laten gaan.
Ja. En we maken heel veel gebruik van freelancers, zodat we in onze kosten flexibel zijn en in onze kwaliteit constant. Oké, okay, klinkt goed. Naast jou zit Rens van den Boom, directeur van Finam. Voordat je uitlegt, kan ik even zeggen, dat is een nieuw bedrijf. Het is zomaar net opgericht. Maar wat is het precies? Finam staat voor Financiële Nachtrustmethode. Wat is dat? Ja, wat is dat? Dat is eigenlijk een werkwijze die wij voorstellen aan assurantie, verzekeringskantoren en hypotheekadvieskantoren. Dus dat zijn meteen jullie klanten? Dat zijn onze klanten, ja. Klopt. En maar even gewoon een praktijkvoorbeeld hoor, want dat maakt het makkelijker. Wat doe je precies? Verzekeringskantoren hebben allemaal te maken gekregen met ontwikkelingen in de markt en met name wetgeving. Ja. Wat misschien de meesten wel weten, dat de afgelopen tijd ook veel aandacht gekregen heeft, is dat er geen provisie meer uitbetaald mag worden door verzekeringsmaatschappijen en banken. Ja. Want daar halen wij als kantoren van oorsprong onze verdiensten vandaan. Ja. Dat mag niet meer. En dan heb je meteen een groot probleem natuurlijk. Ja. Nou, dat hadden wij als allemaal ons eigen bedrijf, Halbersma van den Boom, hadden we dat. En vanuit dat oogpunt ben ik een werkwijze gaan ontwikkelen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot nu Finam, om dat aan onze collega-kantoren voor te gaan stellen. Transparanter. Transparanter, onafhankelijker. En het aardige onderaan de streep blijkt dat de consument goedkoper uit is. En dat wij, omdat we een totaalklant willen realiseren, ook er wat beter van worden. Ja. Nou hebben we hier om ons heen allemaal ondernemers zitten. Als je nou vanuit jouw branche, zeg maar, vanuit wat jullie doen, eigenlijk een beetje voor jullie beiden. Wat kun je dan van tips aan deze mensen geven? Want je hebt nu een beetje gehoord hoe hun verhaal globaal eruit ziet. Ja, het is denk ik toch iets wat al sinds jaar en dag is, waar Peter ook iets van zei. Ja. Kijk heel goed naar je klant. En wij kijken ook naar de consument. Wat heeft hij nodig? Die wil transparantie, die wil helderheid, die wil het advies wat op zijn lijf geschreven is. Ja. En daar moet je op inspelen, met hetgeen wat je biedt. Prima. Dan wil ik eigenlijk wel even iemand hier danken, hè, beide heren. Dan wil ik wel graag even iemand hier in de zaal horen. Ik ga maar eens even naar jou toe gewoon. Hè? Zit hier. Ja. Eerst maar even natuurlijk wat je, hoe je heet en wat je doet. Ik heet Mikkel Hofstee en ik heb een trainingsbureau. Wij zorgen op basis van principes uit de topsport dat bedrijven met minder mensen meer kunnen produceren. En dan doe even een voorbeeld erbij, want dat luistert dan zo lekker. Ja, zeg dat er grote banken zijn. Ja. Daar moet 10% van de mensen uit. Dan heb je het over 1500 tot 3000 man. Ja. Maar de targets veranderen niet. Dus ze moeten hetzelfde behalen. Ja. En de mensen die achterblijven, die gaan heel verkrampt eigenlijk zitten te werken. Ja. Dus de productie die daalt. Dus angstcultuur, er wordt geroddeld. Ja. En wij leren ze op basis van de principes uit de topsport hoe ze toch beter onder druk kunnen blijven presteren. Daar zitten topsporters bij, denk ik, bij dit concept. Ja, we werken veel met Jochem Uitenhagen, Marco Koers, Tom Nijssen, dat soort jongens. Ja. Nou, is een beetje, dan wil ik even terugkoppelen naar wat Peter net zegt. Is het nou ook dat wat hij zegt van back to basic, zeg maar. Gewoon naar de klant luisteren, kijken wat die wil. Dat haal ik uit jouw woorden ook een beetje op, maar herken jij dat ook? Nou, we zijn begonnen 10 jaar geleden om Nederland gezonder te maken. Nou, daar moet je nu niet mee aankomen. Nee. Maar als ik zeg, jouw mensen kan ik wel productiever maken in deze tijd. Want je hebt met minder mensen en de targets die veranderen niet. Ja. Ja, dan heb ik een aantrekkelijke propositie. Dankjewel. Dan ga ik nog eens even weer. Dan ga ik toch nog eens even weer naar een vrouw. Dat kan ook maar zo. Wie ben jij? En wat doe je? Mijn naam is Paulien Oei en wij hebben een opleidingskundig adviesbureau. En even, wat doe je dan precies? Ja, het klinkt al een beetje voorspelbaar, maar leg nog even uit. Ja, wij adviseren bedrijven hoe ze kunnen omgaan met leren in organisaties. En dat is zeker in deze periode in veel bedrijven hartstikke belangrijk. En wat zit er dan zo al in zo'n programma? Ja, dat is heel divers. Dat hangt erg van de vraag van de klant af. Ja. Soms kun je denken aan introductieprogramma's voor nieuwe medewerkers die in een organisatie inkomen. Maar je kunt ook denken aan accountmanagers die hun werk op een andere manier moeten gaan doen. Of mensen die op een andere manier moeten gaan werken. Ja. Hoe maken zij die slag? Dankjewel. Nou, heel veel tips. Ja, want eigenlijk hebben we het natuurlijk over hoe gaat het nou met die zelfstandige ondernemers. Zien ze de kansen en hebben ze problemen? Ja, het is allebei. Maar de kansen zijn misschien toch nog wel groter en we moeten gewoon voor gaan. Eén ding is in ieder geval zeker. Ondernemers die keihard werken, die komen er volgens mij best wel. Toch? Ik denk het wel. Ja, dat is ook wel goed. Goed, volgende week dan het tweede deel van BV Utrecht Café. En dan gaan we het hebben over het belang van netwerken. Heel veel mensen hebben er helemaal geen zin in. Heel veel mensen vinden het hartstikke leuk. Onderzoek wijst in ieder geval uit dat het echt wel noodzakelijk is. In de tussentijd zou ik zeggen, kunt u kijken op onze website rtvutrecht.nl. En ik zie u heel graag terug volgende week zondag bij de tweede aflevering van het BV Utrecht Café over netwerken. Dag! En u ook hartelijk bedankt, dames en heren.